naam is dus Danielle Bakhuis. En ik ben 34 jaar. En ik ben geboren en getogen in Westerhaar, Friesveense Wijk. En ik dacht vanavond weer, nu kom ik bij Mikael, dan praat ik op deze manier. Schrijfster Danielle Bakhuis doet mee aan de zogenaamde Literatuur. Een boekenweek speciaal voor jongeren op de middelbare school. In die week trekken 17 bekende kinderboekenschrijvers door Nederland. En vandaag staat Bakhuis voor een 3 VMBO-klas van het Da Vinci College in Leiden. Dus als er één groep is die juist gestimuleerd moet worden in lezen, zijn jullie het. De leraren zijn erg blij met de komst van de schrijfster. Als je een boek leest, dan gaat het zich in je hoofd afspelen. En dat maakt heel veel fantasie los. En het is zo jammer dat dat bijna niet meer gebeurt. En wij doen ons uiterste best, maar het is best wel moeilijk om de groep jongeren aan het lezen te krijgen. Op de middelbare school zijn eigenlijk de meeste jongeren haken dan af. Want ze worden verliefd, andere dingen worden belangrijk en lezen daalt op een prioriteitenlijst. En wij worden juist weer op pad gestuurd om dat weer hoog op die lijst te krijgen. Eén ding is zeker, ze weten de aandacht van de leerlingen een uur lang goed vast te houden. Dat was wel een leuke les en ja, ik wist niks eigenlijk over mevrouw Bakhuis, wist ik eigenlijk niks. En ja, nu weet ik wel heel veel over haar en ja, hoe ze boeken schrijft en zo, dat is wel leuk om te weten. Lees je wel eens? Nee. En denk je nu van misschien ga ik dit boek toch maar lezen? Misschien. Lezen heeft een heel slecht imago. Het is moeilijk, ik moet er te lang stil voor zitten, het is te ingewikkeld. Boeken lezen is niet saai, want dan heb je gewoon een saai boek te pakken. Maar er zijn genoeg spannende boeken die je echt 's nachts uit je slaap houden, omdat je het einde gewoon moet weten. En dat imago, daar pleit ik gewoon heel erg voor.